Van oudsher richt de provincie zich op plattelandsvraagstukken zoals wegen en infrastructuur. Met de toenemende bevolking en de uitdijing van de steden ontstaat bij de provincie de behoefte steden te benaderen en spanningen samen aan te pakken. In deze steden woont 36% van de bevolking en leeft 60% van de problemen. De provincie daagt de steden uit te komen met plannen om de vitaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de stad te versterken, omdat die zowel stad als platteland raken. Geïnspireerd door het kabinet besluit het Gelders bestuur dat een aantal steden in Gelderland met dezelfde vraagstukken als Arnhem en Nijmegen ook ondersteund moeten worden. Hartstikke bedankt. Sinds april 2000 hebben we een klein en leuk team. Wat ik in ieder geval essentieel vind is de partnerschap met de steden. En we moeten eigenlijk af van allerlei aparte trajecten naar die steden en dankzij het GSO kunnen we dat in samenhang en concreet organiseren. Na een uitvoerig onderzoek worden de volgende steden uitgenodigd te participeren in het Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid. Harderwijk wil haar stroom toeristen behouden en werkt middels het waterfront aan bereikbaarheid en economische groei. Het is toch wel handig dat je hier gelijk een winkel hebt voor de schoenen. Zutphen gaat een verouderd industriegebied revitaliseren. Doetinchem knapt een oud industrieterrein op aan de IJssel. Daartoe is het aangrenzende busplein inmiddels al gerevitaliseerd. Hoe moet de Wolfskeuler uitzien over een jaar of 10 à 15? Ja, het lijkt me vooral aan jullie om te zeggen welke elementen in dat plan zitten. Want er is met de burgemeester een duidelijke afspraak gemaakt. Apeldoorn zet in op de bouw van een omnisportcentrum voor top- en breedtesport. Ede zet in op voorzieningen en verandering van wooninrichting om de sociale cohesie binnen de wijk Veldhuizen te versterken. Ja, we zijn hier 44 appartementen aan het bouwen, met 12 focuswoningen erin voor minder verlieden. Dit is eigenlijk de voormalige Chemfabriek, hier zie je de oude gevel. Die zijn we weer in de oude staat aan het terugbrengen. Voor echte Tielse mensen, die hebben hier, er is heel veel vraag naar. Arnhem zet in op grotere bereikbaarheid voor internationale vestigingen. Ook staat de dakloze problematiek hoog op haar agenda en tekent ze met de G8-partners een convenant om dit samen aan te pakken. We proberen te komen, ja, dat zouden we natuurlijk hopen, dat Gelderland dak- en thuisloos en zwervers vrij wordt. We weten allemaal dat dat een utopie is dat niet zal bereikt worden. 18 mei 2001 tekenen de steden met de provincie voor afspraken over hun prestaties in ruil voor een bedrag van 97 miljoen euro. Aan de hand van de volgende items wordt het GSO-beleid belicht. Steden werpen zich op als rentmeesters van groene ruimte en watertjes. Uit alle stadsnota's blijkt dat het creëren en behouden van openbare plekken overal invulling krijgt. Ook in Apeldoorn. Apeldoorn doet met 28 programma's mee aan het Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid. De stad telt ongeveer 153.000 inwoners en binnen 20 jaar zullen er 170.000 mensen wonen. Om een groene stad te blijven heeft Apeldoorn een groene mal gemaakt. Middels de groene mal krijgt eerst het groen een plek in en rond de stad en dan wordt pas beslist waar woningen en bedrijven komen. Natuur en water. Nou, om die nou als uitgangspunt te nemen voor welke fysieke of economische ontwikkelingen dan ook, dat is uitstekend. Ik vind dat is ruimtelijke ordening bedrijven anno 2002. Die manier van denken, die spreekt me zeer aan. En dat doen ze in Apeldoorn dus reuze goed.
Na 18 mei plaatst de provincie diverse projecten met een regionale uitstraling op haar agenda. We laten zien hoe ze samen met de steden bijdraagt aan een sterke arbeidsmarkt, woningmarkt en andere faciliteiten voor de steden en hun regio's. Harderwijk heeft voor het plan Het Waterfront 11,4 miljoen euro gereserveerd uit de GSO-gelden. Vanuit twee problemen is het plan ontstaan om het waterfront te ontwikkelen. Het parkeerprobleem op de boulevard veroorzaakt door de stroomtoeristen, waarbij het dolfinarium een belangrijke attractie vormt. En vanwege het 22 hectare grote industrieterrein direct naast de binnenstad liggend aan een woonbuurt dat niet meer op die plaats thuis hoort. Bereikbaarheid is belangrijk. Dat probleem wil Harderwijk oplossen. Net als andere grote steden in Gelderland kent Arnhem ook sociale problematiek. Een voorbeeld hiervan zijn de dak- en thuisloze mensen in de stad. De problematiek van dak- en thuislozen is de afgelopen jaren zwaarder geworden en ook het aantal daklozen is groeiende. In 1999 is de gemeente begonnen met het ontwikkelen van plannen om de groeiende problematiek aan te pakken. In datzelfde jaar is een beleidsnota verschenen waarin 23 maatregelen zijn voorgesteld om de opvang van de daklozen zodanig in te richten dat men niet meer op straat hoeft te verblijven als men niet wil. We hebben een aantal plekken kunnen realiseren voor uitstroom van de crisisopvang, maar ook voor begeleid wonen van oudere dak- en thuislozen. Dus ik wil ook de raad bedanken en ook de heer Esmeijer die ook in het kader van maatschappelijke opvang ons vele gelden heeft gegeven. Alles wat we investeren in die harde infrastructuur moet tenslotte ten goede komen aan de mensen. En eigenlijk is het sociale beleid het hart van het grote stedenbeleid. De G8 werken aan de verbetering van attentiewijken. Vandaag delen ze hun ervaringen over deze aanpak. Ton Oosterveen, hoe gaat naar jouw ervaring die wijkaanpak in zijn werk? Die buurtcommissie is opgegaan in de wijkaanpak. Mensen krijgen weer een gezicht. Er worden dingen georganiseerd voor jongeren. Morgen hebben wij voor de hele wijk straatspeeldag. We hebben twee straten af mogen sluiten en dan verwachten we zo'n 50, 60 kinderen. Kinderen! Als jullie limonade willen, kom maar hierheen. In Nijmegen gaat men de kwaliteit van de wijken op allerlei gebieden verbeteren. Voor wat betreft onderwijsachterstanden heeft de Wolfskuil een heleboel punten die we aan willen gaan pakken. Als de kinderen van de open wijkschool van nu over 15 jaar terugkijken, hoe zullen zij de tijd op de wieken dan voelen? Wat wij willen bereiken is dat de kinderen van deze wijk dan zullen zeggen, daar liggen mijn wortels. En ik denk juist dat open wijkschool gaat straks bevorderen dat je één gemeenschap bent en met elkaar dingen gaat doen en ook vooral na schooltijd. Het Gelder Stedelijk Ontwikkelingsbeleid draagt ertoe bij dat de steden middelen hebben gekregen om sociale programma's op te nemen die voorheen niet uitvoerbaar waren. De sociale problematiek die in de 8 steden hoog scoorde. En aan die sociale problematiek moest natuurlijk wat gedaan worden. Kom tot een beleid waar we de burgers er ook bij betrekken, maar ook de maatschappelijke organisaties. Mijn collega heeft net al gezegd, dat moeten niet allemaal dikke ambtelijke notities worden. Nee, daadwerkelijk er tegenaan. En dat moet dan ook zo'n platform met elkaar gaan doen om resultaten te kunnen oogsten. Ja! Het jeugdprogramma krijgt in de steden ruimschoots aandacht. Het doel is de jongeren te ondersteunen tot zelfstandige burgers wanneer ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. De stadsbesturen ontwikkelden programma's voor ouderen om een stuk eenzaamheid terug te dringen, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en deel te laten nemen aan de maatschappij. Om te kijken of het Gelder Stedelijk Ontwikkelingsbeleid binnen de steden van de grond komt, besloot men een visitatiecommissie in te stellen.
vanwege de buitengewoon omvangrijke programma's die er zijn, weet je van tevoren dat je niet alles kunt halen. Dat verplicht de gemeente ook tot een goede raming. Dat verplicht de provincie er wel toe om niet al te lang te wachten met duidelijkheid te scheppen over hoe de toekomst eruit ziet. Omdat het natuurlijk niet zo kan zijn in het belang ook van de burgers van Gelderland dat ineens heel abrupt er een einde aan de dingen komt. Het zou onlogisch zijn als er geen GSO 2 kwam. Dan hoop ik dat we een klein slagvaardig team houden die onder druk ook met elkaar mooie dingen voor elkaar bokst.